Pa. Hey mensen, je kijkt naar Spooky611 en vandaag weer een nieuwe FIFA. Ik ga even fullscreen, daarom zie je altijd het zwart scherm bij het begin. Ha, want dit is ongeknipt, dit kan ik meteen uploaden. Des te meer shit voor jullie. Wij gaan vandaag met Paris Saint-Germain 2 vs 2 spelen. Toch? Ja, en, met Beckham. Ik doe Lavezzi in plaats van Pastoor. Ibra, die doe ik er ook in hoor. In plaats van Gamero. Ook even rechtsback van de wiel doen. Oh, ja. Oh, die staat hij al. Oh. Nice. En wij gaan met David Beckham spelen. Simpelweg omdat zijn vrije trappen nog altijd lekker bal zijn. En zijn paasjes ook. Ja. Precies. Thiago Silva moet er ook natuurlijk even in. Doen we die voor Alex of voor Armand? Armand. Oh, Armand. Alex is ook een tank, hè? Ja, klopt. Alleen wel super slow. Alex is een tank. Oh. Ik denk dat we hem zo hebben. Awesome. 2 vs 2, wedstrijd 3. Zo, moeilijk rekenen voor mij. Wij gaan meer teamwork, hè? Ja. We gaan nog steeds aan ons teamwork werken. We spelen wel tegen het machtige Real Madrid. En zo te zien, qua hoe snel zij pasen, is het toch een aardig ingespeeld team. Hop, oké, naar Beckham. Beckham die paast hier naar Ibra. Oh, dat was wel een beetje een verkeerde paas. Maar, Ibra. Oh, hier is Ibra. Oh, oh shit. Hallo, mijn speler moet daar. Ah, fuck. Lekker. Oh. Dat was alleen kut. Ze hebben Ronaldo in de spits. Dat is slim, doe ik ook heel vaak. Oh, we gingen er beide alsof. Oh nee. Nee! Oh, wat spelen we slecht zeg. Even concentreren. Ja, ik ga me concentreren. Ik ga even dus in een concentratiehouding spelen. Ik ook, ik kan even goed zitten. Zo. Gewoon de hele tijd wachten. Ja, nu. Oh, kan ook, ja. Oh! Oh shit, man. Zou het zijn, hè? Ja, daar doe ik het soms ook wel een beetje voor, hè, voor de mooie goals. Oké, gaan ze nu al tijd trekken? Oh, mooi. Ja, ja, lekker! Wow. Menes. Het is Menes nu. Nu is het Menes. Mooi balletje. Goed afgemaakt wel. Zo. Had ik niet verwacht eigenlijk. Ik denk Casillas dat... niet bij. Inderdaad, zelfs Casillas was... kon er niet aan, hè? Komen. Ah, ik wist dat gewoon, en toch. Ja, lekker! Perfecte bal! Dat is de perfecte... Oh, hij loopt er gewoon van weg ineens automatisch! Oh, het was de perfecte bal, joh. Damn it. Nee. Zo. Ja. Dat je die perfecte bal moeten maken. Nee, maar kijk. Wij maken te veel gaten in de verdediging. En ten tweede, zij spelen echt op 100% zoals je ziet. Want ze doen zelfs dat laatste tikje nog. Terwijl, als jij de bal had gehad, dan was het meteen schieten. Nou, dat weet je niet dit keer, hoor. Nee, dit keer weet ik het niet. Dit gaat echt niet goed zo. Oei, goed gedekt. Ga jij maar dekken. Je bent goed in het dekken. Oh! 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 Concentratie, Sander. Sander, concentratie. Like that. Jezus Christus, wat slecht. Nee, dat werkt niet. Je kan niet door mennen heen.
Niet? Nee. Ze hebben het geprobeerd. Ja. Wetenschappers. Oh. Ja, maar... Ja, ik denk probeer het maar gewoon hoor. Ja. Nee, je moest naar de andere. Die moest naar die mayonaise. Zo, jij joh, doe hem maar even meteen naar de verste man. Dat is echt FIFA logic, hè? Dat je hem een klein beetje indrukt en dan paas je hem naar de verste man. Want hij denkt altijd, ja, je wil hem natuurlijk wel ver hebben. Oh, mooi. Nee. Oh, ja. Paas. Ja, 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 nee, nee, ja, ja, ja. Doe nou. Nou. Ah, dat liet je wel heel makkelijk doen. Nou, wat slaat dat nou weer op? Ja. Jongen, jongen, jongen. Waarom hebben wij dit altijd? Zeg maar. Die bal die reed gewoon over die keeper zijn hand heen. Waarom hebben wij dit altijd? Wat is dit? Die keeper. Kijk die keeper, hè? Oh, oh. Nou, dan mogen we niet kijken. Nou, mag pasen. Dank oh, je. Was ik dat? Ik dacht dat jij... Wat was dat dan, Martin? Ja. Ja. Heftig. Nee joh, kijk dat bedoel ik nou. We moeten meer uitspelen. Wat doet hij nou? ik druk op... Op B om te verdedigen. Kijk, hun dekken wel. Zo hoort. Oh, nee joh. Gewoon normaal pasen. Niet meteen hup, hup, hup. Ja, ja. Zo, dat was ook met een flinke boog eromheen. Gaat hij weer? Waardoor ik gewoon in moet houden, hè? Ja. Oh, Casillas. Met je vet kuif aan de kant. Nee, joh. Nou, ja zeg. Stoer. Oh, wat slecht. Oef. Ja, hoi. Ik dacht ik kom er nog even tussen, maar nee hoor. Zo! Zo, dikke bodycheck. Hallo. Dit verdienen we ook aan. Oh. Ja hoor, zo, dat automatische sliden van die verdedigers vind ik ook zo lame. Die raak geweest hoor. Ja, maar die verdediger die kan nooit daar automatisch weten dat die bal daar komt. In het echt zie je dat niet. Nee, zo snel zie je dat niet. Alleen die computers die doen zich als magneten voor die bal springen. Ja. Oh. Dit gaat niet goed. Oh, daarachter, ja. En dat is de volgende. Nou, hoe die bal ook weer kreeg. Zo, wat een range qua gooien heeft die Siri goed. Ja, dat weet ik dus allemaal. Je moet goed dekken. Nee, ja, hun dekken. Je moet wachten dan tot je vrije ruimte zit.
god. We moeten gewoon één man de computer op de bal laten focussen. En wij moeten samen gewoon dekken, achterblijven. Ja hoor. Zo. Die Pepe, die verdient nog wel eens een kaart. Oh, jemig. Dat was Pepe niet. Oh, ja, daar haak ik dus niet door. Wat gebeurt hier? Zie je die keeper doorlopen? Hoog, hoog. Nee, dat is laag. Hoog, hoog. Die allemaal. Ja joh. Ho, ho, ho. Oh. Ho. Ja. Oh. Lekker. Zo. Ja, ook lekker. Ja, dat is lekker, Wari. Nee, zo boos fijn. Ja, nee, dat was gewoon goed. Kijk, zie je, hij ging er meteen achteraan. Zo hoort dat. Zo moeten wij dat ook doen. En dekken goed. Jezus man, ik word helemaal gek van die dribbel. Oh! Kom op nou, nee. Fuck, ja, ik dacht dan maar even individueel, hoor. Ja, ik moet zeggen. Ah, oh, kom op. Ja, dat doen ze goed. Hoe komt die bal toch... Oh. Is ook goed gedekt. Hoe komt die bal toch steeds bij hun? Geluk. Ze willen geluk aan hun zijn. Ja. Goed gedekt weer. Ja, oh. Daar... Bij het spel, gelukkig. Dat dekken, dat slaat echt nergens op. Met de bal met. Van ons. Kijk, hun dekken gewoon. Gewoon bij de man blijven staan. Oh. Oké. Okay. Ja, tegen de hakken van die fucking klote, Lavetti. Hé, hey, ja, dat is wel heel makkelijk weer, hè. Ja. Oh, wat is dit slecht. We gaan maar ultra aanvallend, want we staan twee goals achter dit keer. Die aanname. Ja. Jongen, jongen, Lavetti. Dit is de meest depressieve wedstrijd die ik ooit heb gespeeld. In de historie. Dit is echt niet normaal. Ik heb nog nooit zo'n depressieve wedstrijd gespeeld. Ja. We winnen ook geen één duel gewoon. Ho. Doe nou. Ja. Wat? Lierkant. Kom op. We hebben eindelijk een kans. Ik moet huilen. Oh nee.
Tjonge. Ja, zo Alex, hè, met je tank. Dat is gewoon een fucking vlindertje of zo. Ik haat Paris, als je bent. Ik ook, we gaan er nooit meer mee. Ik... Oh, ja. Ja, niet. Goh, wat doet hij nou? Dat is Ibrahimovic. Ze nee. krijgen in Frankrijk echt een scheef hoofd, volgens mij. Kom op. Nu. Zie jij, hij dekt die gozer. Ah, oh, nee! Fuck. Hé, hey, wat was dat? Man. Ja, no way! What the fuck, man? Nou. Nou. Je kan als titel gebruiken een depressieve wedstrijd. De meest depressieve wedstrijd ever. Inderdaad. Dit was de meest depressieve wedstrijd ever. En volgende keer gaan we misschien een betere wedstrijd doen. En dan hoop ik met een beter team. Want ik ben geen fan van Paris Saint-Germain. Komt niet. Bedankt voor het kijken. Druk op dat duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei.